Welkom. Welkom bij Lex Ontmoet. Mijn gast is geboren en getogen in Schaatsberg. Hij studeerde af aan het Eikhagen College. En na diverse andere bijzondere studies begon hij zijn loopbaan bij Randstad, het bekende uitzendbureau. Daarna was hij onder andere commercieel directeur van Roda JC van 1999 tot 2008. Dat waren de jaren dat het nog heel goed ging met deze Kerkraadse voetbalclub. De jaren van Europees voetbal en van volle stadions. Maar ook het wielrennen is een van zijn passies. Want hij is voorzitter van de in Kerkrade gehouden Eurode Wieleromloop. Het geesteskind van de helaas te vroeg overleden Jo Dorscheid. Momenteel is hij directeur van Volta Limburg. En vandaag verwelkom ik Marcel Michiels. Marcel, kent je het programma? Ik ken het programma, zeker. God! Ja. Volta Limburg. Ik denk, de vraag is, geloof je in kernenergie of in zonnepanelen? Wat moet het wijren? Nou, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat voor de korte termijn, hè, voor de komende jaren, dat zonnepanelen een enorme vlucht blijven maken. Hè, dat groeit en dat groeit en dat groeit. Maar zonnepanelen alleen zijn niet de oplossing voor de energietransitie waarvoor verstond. Nee? En als je kijkt naar de uitdaging die we met z'n allen ons hebben opgelachen, hè, klimaatakkoord in Parijs, ja, en de gevolgen daarvan, dat redt ze niet alleen met zonnepanelen. Dus we zullen nou een soort hybride systeem van allerlei oplossingen moeten op weg naar die energietransitie. Of er kernenergie bij huurt, weet ik nog niet. Mocht die vies grote masten in dat prachtige landschap? Nou, zo min wie mogelijk, zou ik zeggen. Hè. Altijd die dingen doorzetten, waar ze zo min mogelijk het aanzicht verstoren. Ja. Andere kant is natuurlijk dat wind en zon, dat zijn twee redelijk natuurlijke bronnen van energie. Hè. En die moesten wel maximaal benutten, zou ik zeggen. Maar doe het dan door op plekken waar mensen er zo min mogelijk last van hebben en het minst mogelijk ontsiert. Ik zat juist in de auto, voordat ik hier naartoe kwam, en dan hoorde ik weer die discussie over 100 of 130. Als directeur van Volta Limburg, wat zei ze daarvan? Ik zeg toch 130. Ik moet eerlijk zeggen dat ik snap de discussie. Ik snap ook waar de discussie vandaan komt. Maar volgens mij zijn er zoveel vormen en manieren om een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een beter klimaat. Hè. En aan alles wat we verstond qua energietransitie. Dat die 130, dat is niet de grootste vervuiler. Volgens mij zijn we in de industrie. Ik kan ze misschien even uitleggen. Ik bedoel, als ik 130 vaar van Heilen naar Maastricht. Zeg maar, jij dan van Kerkhoorn naar Maastricht, vaar ik 130 of ik vaar 100, dan heb ik minder tijd nodig. Dus ik heb juist zoveel uitstoot volgens mij. Zie ik dat niet goed? Ja, dat is volgens mij een redelijk rekenkundige exercitie, durf ik niet jou of nee op te zeggen. Maar er zit wel wat in wat ze zegt. Ja, hè? Ja. Oh. Ja. Gelukkig in Parkstad? Ja, ja, ik geloof zeker in Parkstad. Ik alles. Denk dat, nou ja, of alles samen moet, een moeilijke vraag. Maar ik denk wel dat verregaande samenwerking tussen de gemeentes, dat het een must is. En ik denk ook voor het bestuurlijk kader te versterken. Hè? Ik bedoel, het zoeken naar een sterk bestuurlijk kader, dat Parkstad heel veel ingrediënten heeft om een mooie grote stedelijke regio te vormen. Of dat in één gemeente moet, vraag twee. Ik denk dat ze heel veel lokale bestuurders tegen de schenen schopt als ze die discussie aanzwengelt. Maar ik denk wel dat we met z'n allen gebaat zijn bij een sterkere regio, die meer met elkaar samenwerkt, die beter met elkaar samenwerkt en de dingen ontwikkelt. Hè. Kijk naar de buitenring bijvoorbeeld, en waar ik van zeg, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van knappe, goede, randstedelijke samenwerking. In ieder geval dezelfde parkeertarieven. Bijvoorbeeld. Hè. Een keer gewoon een hele gevoelige discussie op dit moment. Maar is wel wat voor te zeggen. Du bist van 1967. Ja. En hier was je. Ik denk, zit erop. Februari 69, 2 jaar. Ik word toen 2 jaar, ja. Wat was er voor jongske? Ik word een manke. En ik denk dat ik ben enig kind. Ja. Ik ben opgevoed in een mijnwerkersgezin. Ja. Gezin van hard werken en ja, niet lullen, maar poetsen. Ja, ja. Pap die keihard werkt, mam die zorgt voor mij, voor thuis. En ze leven nog alle twee. Leven nog allebei, gelukkig wel. En nou, ik heb die foto gekozen omdat die foto, het mondje, het trekken van het mondje, wel iets is waar mijn omgeving nu nog van zei. Van goh, doe, maar ook die kinderen, die hebben dezelfde gelaatstrek, hetzelfde mondje.
En ben ik Peggy, hè, mijn vrouw vroeg van, goh, wat vind je toen? Ik heb een hele serie foto's van de oude V&D. Ja. Gemak ooit, hè? Ja. Midden de bal in de heng, midden de teddy in de heng, met van alles en nog. Ja, en toen zegt Peggy, ja, maar dit is hem. Dit is hem, want dit bist toe. Dit bist toe. 2 jaar, dat waren ze nog niet echt met Gert bezig. Toen word je nog jong en onbedorven. Had dat lang geduurd? Nee, nou, dat viel wel met. Ik mag wel zeggen dat ik best beschermd ben opgevoed in mijn jonge jaren. En ik had het groot gehad, hè. En de drie het natuurlijk ook allemaal om mij, enigst kind. Hè, bedoel, dus pap en mam werken het, en werken het vooral dat het er zoon heel groot ging. Ja. Hè, en dat is lang zo gebleven. Was pap echt een echte koelpiet? Ja, mijn pap had op de ON meer dan 30 jaar ondergronds gewerkt. Zelfs jarenlang nachtschicht gewerkt om overdag als rijinstructeur om nog op een rieschool erbij te werken en autorijlessen te geven. Eigenlijk alleen maar om het gezin zo goed mogelijk te maken. Ja. Knap, hè? Wat ze allemaal deden. Buitengewoon knap, hè? En in een tijd waar we nu zitten ook bijna niet meer te vergelijken, hè? Ik bedoel, door we bij hun alles draaiden om thuis en kinderen en gezin, is bij ons natuurlijk draaide het om veel meer in het leven en niet alleen maar om het huis en de kinderen en het... Ik denk dat we bij de volgende foto, 79, een jaar of 10 uur verslaan ze gaat, hè. Ja. Toen was je aan het voetballen. Ja. Je was keeper. Ja. Ja, mijn pap had van jongs af aan bij RK ONS gevoetbald, hè. De voorganger van de VV Schaarsberg, zeg ik dan maar even. Ja. Mijn pap had gevoetbald pas die 46ste. En eigenlijk wordt er vanzelfsprekendheid dat ik ook ging voetballen. Dus ik ben gevoetballen bij ONS. Word keeper. Ja. En was een best verdienstelijke keeper, kan ik nu achteraf wel zeggen. Even tussendoor dat voetbaltrein van RK ONS, daar heb ik zelf ook wel eens gevoetbald. In de Loog. Naad. Ja. Ongelooflijk naad. Ja. En dat loog zo prachtig in zo'n denken. Ja, ja. Is tegenwoordig verpunkt door een woningbouwproject. Hè? Tegenwoordig helemaal dichtgebouwd met woningen. Ja, wordt natuurlijk heel karakteristiek kenmerkend voetbalcomplex. Met een fantastisch hoofdveld, maar wel inderdaad nat. En bovenop een vreselijke trainingsaccommodatie. Hè? Met een en al pratje en drap worden nu gemond van het jaar. Ja, daar ben ik groot geworden. Maar je hebt vrij hoog gevoetbald, hè? Ik bedoel, RK ONS had toch? Ja, ik ben tot mijn 20ste bij ONS gebleven. Ja. En toen speelde ONS eerste klas. Toen ben ik naar Kloningen gegaan, dus ook in Schaarsberg gebleven. Heb daar nog 7 jaar gevoetbald. Tweede klas. En 1 jaar derde. En ben daarna naar Meerder Boys gegaan. En Meerder Boys heb ik mijn laatste 6 jaar gevoetbald. Ja. En meer wordt toen in de top eerste klasser. Ik bedoel, wordt bovenin eerste klas. Okay. Ja. Ja. En Ummer hebben ze immer gekiept? Altijd gekiept. Mijn hele leven gekiept. Wie komt ze nog bij keepen? Wordt dat een passie? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben op mijn 5e jaar ben ik begonnen met voetballen. Ik ben in de goal gestoord en ben nooit meer uit de goal gekomen. Ik had nog nooit de aandrang gehad om te gaan voetballen. Ik heb nooit getwijfeld tussen, moet ik keeper of moet ik voetballen? Nee, het wil keeper. Heb ze niet gedaan nu van, oh, de links, rechts, knieën, dat linker. Nee, ja, misschien kunt dat nog. Ik ben nu 52. Hè. Ik heb nog relatief weinig klachten. Ik ben natuurlijk relatief jong gestopt. Ik ben op mijn 32ste gestopt, omdat ik bij Roda ging werken. Ja. Nou goed, en die combi Roda werken en voetballen op redelijk amateurniveau, was gewoon niet te doen. Wie wou dat werken bij Roda in dat tijd? Ja, heel bijzonder. Ik bedoel, je zag net in die intro, hè, dat waren de goede jaren. Ja. Dat waren natuurlijk sportief de zeer goede jaren. Ik ben begonnen, laatste jaar oud stadion, Calhei. Hm. Ik heb nog een jaar metgemaakt van de... Ik wil eigenlijk zeggen, de saamhorigheid van een kleine dorpsclub, hè, zou ik bijna zeggen. Hè? Een kleine regioclub met relatief beperkte opkomst. Hè? Ik denk dat voor 5.000-6.000 toeschouwers zouden gemiddeld op Calhei. Maar het was een hele hechte club met heel veel waarden en normen die voortkomen uit de oude doos, zeg ik bijna. Hè? Hard werken, mentaliteit, schouders eronder. Gaas geven, tegenstanders komen allemaal niet geven. Maar Calhei vonden dat vreselijk. Hè? Koud, wind, sintelbaan. Vonden ze afschuwelijk en verstongen al met 1-0 4 voordat de wedstrijd begroes. Ja. Ik ben binnengekomen op het moment dat Waal de plannen voor het nieuwe stadion al die logo op tafel. En ik ben ook binnengehaald met de vraag van, wilt u ook dat stadion, dat stadionconcept, commercieel, gaan maken? Dus daar had ik ook wel handen en voeten aan proberen te geven. Maar goed, hoe geeft het nog wel een foto. Hoe geeft het nog eens?
Nou ja, ik denk dat er jarenlang mismanagement is gepleegd. En ik vind dat er te veel lui zitten die er zitten omwille van de pluche en niet omwille van de club. En het deed natuurlijk echt pingige lief wanneer ik door elke wedstrijd kom. En ik kom door elke wedstrijd en voorzien dus nog regelmatig door. Ik bedoel, het deed me pingige lief om te zien wie beroerd er met supporters en sponsors werd omgegangen. En wie ver de club weg is geraakt van haar achterban. Ja, het zal nu hopelijk een beetje beter worden. Voetbal valt het nog met, soms. Ik bedoel, we hebben toch meer punten nu op dit moment dan dat we verwachten. Ja. Maar in het land der blinden is één oog koning. Hè? Bedoel, het gaat gelukkig sportief weer ietsje beter de laatste weken. Zijn de keukenkampioenschappen. Ja. Ja, dus keukenkampioendivisie. Het niveau is überhaupt in Nederland natuurlijk dalende. Hè? Bedoel, het gaat niet omhoog. En ik moet eerlijk zeggen, even los van het sportieve, want het kan goed gaan, het kan minder goed gaan. Hè? Die Joren maakt iedere voetbalclub met. Maar ik mis met name een stuk verbinding vanuit de club naar de lui toe. En dat wordt er natuurlijk in mijn tijd. Hè? Bedoel, ik heb natuurlijk nauw samengewerkt met Theo Piquet en Arnold Hendricks en Frank Rutte destijds als algemeen directeur. En ik word verantwoordelijk voor het commerciële stuk. En we probeerden met name de lui te binden en gebonden te houden. En die verbinding, die ben ik kwijt. Ja, het is triest. Eigenlijk is het triest. Het is heel erg triest. Prachtige club. Ja. Bist een festivalganger als ik zo'n foto moet bekijken. Ja, ik ben een fervent festivalganger. Ja. Ik ben op mijn 17e ging ik de eerste keer naar Rock Werchter. Mocht van de pap en mam met de bus met, hè. Ja. Met Plaza destijds nog, met de kroeg in Schaarsberg. Ja. Toen schongen we met een bus naar Werchter. En ik was afgelopen jaar de 34e keer op Werchter. Dus ik bezoek Werchter, ik bezoek Pinkpop, ik bezoek gedurende het jaar, het laatste jaar is het wel minder geworden, heb ik nog veel losse concerten bezocht. En die foto is een foto uit 1985, hè? Jim Kerr, Simple Minds op Werchter. En het geeft me niet zozeer om Jim Kerr of de Simple Minds, maar ik vond dit wel, enig hou die foto op een beetje formaat. En dit was voor mij het begin van de liefde voor festivals, het begin van de liefde voor muziek. En het beginnen van volgen van muziek. En bedoel, de muzieksmaak is wel verruimd, verbreed door de jaren heen. Ik heb weinig met de hedendaagse DJ-scene, daar heb ik helemaal niks mee. Maar ben wel zo de rocker, hè, de gitaar. Heb je dat overgegeven aan Peggy ook en aan die gigger? Nou ja, ik ga mijn zoon, daar had ik lang op ingemoeld of hij niet een instrument zou willen spelen. Want ik vond dat een groot gemis, als ik dan iets een gemis in mijn leven had gehad, is dat ik nooit een instrument heb leren spelen. Dus ik ga mijn zoon ooit gek gemaakt van, je moest gitaar spelen, ga ik het leuks doen. Ja. En toen ging ik gitaar spelen en toen zag je op enig moment pap zitten. Wanneer ik het riffje kon spelen van Master of Puppets van de Metallica. Ja. Dan stop ik. Nee. En wie je op de muziekschool in Heerlen Master of Puppets een riffje kon spelen. Toen had hij de gitaar weggelacht, de kist weggelacht, de geluidsbox. En toen zag je bij klaar. Want schöner werd het niet meer en beter werd het ook niet meer. Ja. En wel bewust, hè? Heel bewust, ja. Ik ben zelf een Metallica-fan, ik ben wel eigenlijk een rock-fan. Ik bedoel, dus, ja, daar had dat van mijn kind zo van metgekregen, joh. Was dus, best een rock-fan? Ja, ik ben wel echt zo van de rock en de hard rock. Ja. Echt waar? Ja. Dat zie ik aan het aardige. Nee. Ja goed, ik heb natuurlijk door de jaren heen niet de banen gehad waarbij ze in de zwarte vallen spijkerbox en de t-shirt leeft. Maar ik ben wel nog steeds van de gitaarmuziek, ja. En of het dan Foo Fighters of Pearl Jam of Metallica of die muziek. Ja, dat is muziek die me wel naar aan het hart ligt. Toen zag je, 1999 bij ze begost, 2000 is Roda naar het nieuwe stadion gegaan. Ja. In mijn optiek, als zijnde geboren in Roda-fan, is het ook een beetje moeilijk geweest, die verhuizingen. Ook voor de toeschouwers, voor de supporters. Ja en nee. Ik vind dat veel supporters vaak het nieuwe stadion aanhaalden als toen woorden dan minder. Dat vind ik te makkelijk. Ja. We wonnen in 2000 op beker. We hebben het stadion 15 augustus 2000 geopend. Ja, het was echt het begin. Het was een nieuwe start voor Roda. We hebben altijd gezegd van, op de oude locatie kan Roda niet doorgroeien en zouden we op de lange lijst. Nee, dat zou ik zien. Zouden we ter ziele gaan. Sintelbaan. Het stadion paste niet meer bij die tijd. We hadden geen sponsorfaciliteiten, we hadden nauwelijks voorzieningen. We hadden ook voor supporters eigenlijk geen voorzieningen. Hè. We hadden een Noordtribune waar de fanatieke aanhang sting, omdat ze dan nog een beetje overdekt stond. En vroeger stond ik ging de goal in de regen. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Maar zou wel een huisorkest bijvoorbeeld? Zou wel een huisorkest in de oude tijd. Ja.
Ja, die hebben we nog eenmalig gehad, hè, op de opening. Ja, allee. En toen, maar dan ook, ja, weet je, ook huisorkest, dat is niet meer van deze tijd. Commercieel directeur, Rode JC. Waarom werd er niet meer gebruik van gemaakt voor popconcerten? We hebben, wie we er naartoe gingen... Rio is daar geweest. Ja, wie we er naartoe gingen, hebben voor een stuk onderzoek gedaan. Van, goh, wat zouden ze doen met dat stadion? Meer kennen dan alleen maar voetballen. Hè? Ja. En er komen de meest wilde ideeën. Hè? Van een, ik weet dat er ooit een keer, is er nog gedacht, over een waterbak in het stadion schuiven. En door van die jetski evenement in een waterbak organiseren. Uiteindelijk hoorde dat het niet. En waar het heel moeilijk bleek om evenementen naar het stadion toe te halen. We hebben gesproken met nogal geen Duitse concertpromoters. Ja. Met Marek Lieberberg en met een paar van die hele grote. En die gaven ook steeds aan, er is zoveel concurrentie op 3 kwartier tot een uur rijden. Denk aan Oberhausen, denk aan Köln, denk aan Düsseldorf, denk aan Eindhoven, hè, en, ja, en wat verder. Er zit geen grote artiest te wachten op Kerkhoorn. Dat klinkt wat negatief, maar daar zit men niet op te wachten. En we hebben de mazzel gehad dat ik op enig moment in gesprek kwam met Rieu. Dat Rieu toen, die had toen net zijn moeilijke jaren gehad. Ja. Die waren wij begonnen met haar upswing. En die zag van ja, weet je, ik zou wel eens een concert willen doen in Neustadion, bla bla bla. En toen hebben we dat stadion, hebben we dat concert georganiseerd. Samen met Bas Goondelwoert, ja, theater. Hè. Bas en ik toen aan die kar getrokken, heel nadrukkelijk. Dat risico ook, want iedereen dacht risico, risico, risico. En vergeet dat niet, hè. Dit soort evenementen kosten geld. Leveren een voetbalclub, dit toch wel immer. De eindjes aan elkaar, de touwtjes aan elkaar om het kneupen, levert dat nogal het risico op. En ik weet dat Piqué, dat ik veel aan moet doen om Theo te overreden om Rieu te gaan doen. Het kostte toen €250.000. Dat was voor Roda vreselijk veel geld op dat moment. Maar goed, het was wel een mooi voorbeeld van wat er kan. Want het stadion was natuurlijk fantastisch. En dat Rieu-concert was fantastisch. Ja. En het is doodzonde dat van in staat ja, zijn om meer van dat soort evenementen te doen. We moeten even vlotter door. Ja. Afrika, 2017. Prachtig boek. Zal we gewoon met de voorkant beginnen en stelt ze de familie even voor. Ja, de familie, hè, bedoel, dat is Peggy. Hè? Ja, ja. Peggy is mijn tweede vrouw. Ja. En ik heb met Peggy een dochtertje van 12, ja. Lizzie. En ik heb twee kinderen op mijn eerste huwelijk. Hè? Lara, 22 nu, en Lars, 19. En ja, deze foto en überhaupt dit album, hè, ook erin gedaan. Omdat we zijn heel hecht. We zijn een samengesteld gezin. Ja. Maar we zijn heel hecht. Ja. Echt extreem hecht. We doen nog veel dingen samen. Maken mooie reizen samen. Ik word 50 in 2017. Ja. Ik word als kind met mijn ex-schoenbroer. Hou ik ooit een reis geboekt naar Kenia en Tanzania. Die reis wordt op het allerlaatste moment gecanceld. Omdat er schoenbroer toen. Die kroeg een vriendinnetje. En dat houdt er geen op tegen. Dat vergongen. Oh, en alleen ging ik niet, het is gewoon nog jaren jonger. En ik had nog gezegd, er komt een momentum, dan ga ik dat inholen, Kenia, Tanzania. Nou, dat had ik gedaan als ik 50 word. Het wordt meer een reis wie een vakantie. Peggy trok er absoluut niet aan. Dus we hebben ook alle emoties gehad die huren bij een reis. Dus we hebben gelachen met elkaar, we hebben gehuild met elkaar, we hebben teleurgesteld geweer, we hebben gemopperd, hè, gesjoept. Mooi 50 werden. Een fantastisch 50 werden. Ik bedoel, we zijn normaal van de feestjes. Daar huurt alles bij, hè. Daar huurt ook emotie bij. Daar huurt alle emotie bij. En we zijn over het algemeen van de feestjes. We organiseren graag en goede feesten. En vrouwen toen ze gaat, nou, we gaan niet feesten, maar we gaan met z'n allen gewoon van Afrika. Nou, als ik die foto bekijk, zit er wel gek van feesten. Carnaval. Ja, ja, we zijn... We hebben ze zaterdag pas achter de rug het Blauw Wies... Jubileum. 23 november wordt het Blauw Wies, twee keer 11-jarig jubileum, hè, 22 jaar Blauw Wies. Zijn er allemaal bij, hè? Zijn er allemaal bij. En leuke vinger, Gie, de pap, de John Wetzel zal het erg leuk vinden. Ja, ja, kijk, John en Marjan, hè, mijn schoonmam is inmiddels overleden, maar John was natuurlijk geestelijk vader op de achtergrond van Blauw Wies. Ik bedoel, Peggy, hè, mijn vrouw en twee vriendinnen, hebben in 1997 Blauw Wies opgericht. Ja. En ja, goed, weet je, dat begoes heel klein met gehuurde pakjes. Dat woedde 2 jaar later, ging het naaiatelier van haar pap, hè, van haar John. Dat woedde niet gardinen geniend, maar dat woedde kostuums geniend. Spoorsingel, ja. Zo zijn ooit op de Spoorsingel in Heerlen is het ontwerp gemaakt van het kostuum, het uniform, moet ik zeggen, van Blauw Wies. En dat uniform had voor nog immer, inmiddels al 11 jaar, bij een naaister in Nut, die ons gelukkig ondersteunt. Inmiddels zijn we met 65 leden, zijn we een hele grote verein, met veel kinderen ook betrokken. Kinderen van
De ouders die lid zijn, maar ook kinderen die zich hebben aangesloten omdat het weer vriendjes van vriendjes worden. Ja, dat is een prachtige verein. Ja, die een mega groot jubileumfeest had gehouden met grote artiesten. Hè? Met Erwin, ja. Met Spik en Span, met Verkousen, met de Blauwe Funken uit Kullen. Over een vriendschapsverband met Hand. Ja, we hebben een geweldig groot feest voor. Ik wens je voor een paar weken een fantastische carnaval. Een maand of twee zal het nog doen, denk ik. Doe nog twee maandjes. Marcel, ik vind het hartstikke fijn dat je hier was. Het is om. Het is voorbij. Nou, het gaat snel. Dank je wel. Vlugge. Adieu. Dank je, Lex.